Voor gymnastiek op topniveau moesten we deze week in Puurs zijn. Daar vond de erg spectaculaire wereldbeker Acrogym plaats. Acrogym, ofwel acrobatie, gymnastiek en dans. Voor Myrthe Verkouteren, Sophie Jaken en Lauren Verbrugge was het een speciale wedstrijd. Het talentvolle trio zet dit jaar de stap van junioren naar senioren. En de wedstrijd in Puurs was zelfs hun allereerste wereldbeker. Bij de junioren waren ze bij de besten ter wereld. Vanaf dit jaar willen de drie meisjes ook scoren bij de senioren. Ik ben Sophie Jaken en ik ben 17 jaar oud. Ik ben Lauren Verbrugge en ik ben 18 jaar. Ik ben Myrthe Verkouteren en ik ben 15 jaar. Als babytje. Ik denk dat heel veel mensen dat een geweldige sport zouden vinden om naar te kijken. Dus het is jammer dat dat niet op Olympisch niveau is. En droom is altijd, ja, ik mag dat zeggen, wereldkampioen zijn. Ja, je kunt nooit op voorhand weten of dat gaat lukken. We werken er wel heel hard voor om dat te bereiken. Zo trainen ze 28 uur per week en ook tijdens de voorbereiding telt elk detail. Ik vind dat nog wel leuk dat iedereen zo er allemaal goed uitziet op een wedstrijd. En opgemaakt en zo. Zeker ook je haar zo strak. Ik denk dat dat nog meer doet dan de schmink. Je moet zien dat je expressie goed blijft, dat je blijft lachen. Want we weten in die oefening, soms zijn we zo moe en kan ons hoofd zo wegzakken naar vermoeidheid, maar je moet dan toch daarop letten dat je blijft lachen. Ja, we beelden wat dieren uit en we zijn ook al speels in onze oefening en proberen een beetje grappen over te komen. Ja, om zo de jury even mee te krijgen en zo. De finale nadert, spanning en stress slaan vooral bij Myrthe toe. Coach stuurt bij. Like previous days, when you was, you didn't care about medals, you didn't think about, yeah, you was just competing, do your work normal. And now you start to think, aha, will I good, will I bad, I scared to do this, what's scared? Ik vind het wel leuk als hij ons wilt helpen en dat helpt ook echt als hij dan zo de ja, commentaren geeft. Heel blij dat alles gelukt is en dat we nu een verder kunnen werken. Ja. Dat ging ik niet zeggen, maar oké. De eerste wereldbeker ging toch al heel vlot. Veel zaliger.